We hebben als natie allemaal een slavernijverleden. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Vanmorgen vond er daar een kranslegging plaats. Volgens het staatshoofd moeten we leren uit ons verleden, zodat wij als natie weten dat wij slavernij niet meer mogen toestaan. Maar uit ons slavernijverleden leren wij ook over de strijd die onze voorouders hebben geleverd voor vrijheid. En dat is die strijd die doorgaat. En dat is wat wij vandaag niet moeten vergeten. Nooit meer slavernij, maar ook geen nieuwe vorm van slavernij. Ook met die geestelijke slavernij dat in een jeugd in een vrede, daar moet die bevrijding op komen. Geen slavernij door koloniale meesters, maar ook geen slavernij door onze eigen broeders en zusters. Het verzoek van president Santokhi voor een kranslegging bij het monument is door het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis Ninzee met open armen ontvangen. De organisatie ziet dit initiatief volgens Ninzee, voorzitter Linda Nooitmeer, als een terecht eerbetoon aan de slachtoffers van de transatlantische slavenhandel. Maar daarnaast heeft deze kranslegging volgens haar ook een historische waarde. Once Ranang, so many Wiri, so many skin, so many Tongo, one people. Omdat ze zich heldhaftig aan de slavernij onttrokken hadden, hun weg vinden in een samenleving waarin ze vanwege hun donkere huidskleur op de laatste treden van de maatschappelijke ladder stonden. Maar ze bleven overeind. Ze bouwden hun leven op, zonder de erkenning dat ze samen met de inheemse bevolking aan de basis gestaan hadden van alles wat Suriname heeft voortgebracht. En dat er dan vandaag door de president van de Republiek Suriname ter ere van hen een krans gelegd wordt, is dan ook heel bijzonder. Als het gaat om de emancipatiegedachte, wordt er nog te weinig gedaan voor binnenlandbewoners, vervolgde het staatshoofd in zijn toespraak. De afgelopen eeuw is er volgens hem niets gedaan aan de ontwikkeling voor de bewoners in dat gebied. En daar werkt het staatshoofd met zijn regering aan in deze regeerperiode. Wat hebben we gedaan? Ja, we moeten slavernijverleden herdenken. Maar wat doen we om die emancipatie te brengen? Wat doen we om die bevrijding te brengen? Wat doen we om kennis daar te brengen bij de mensen? Wat doen we om werkgelegenheid te creëren? Daarom zeggen wij, in deze regeerperiode gaan we met inhaalslag die ontwikkeling brengen. Want als u nu de komende tijd naar het binnenland gaat, gaat u wel zien dat step by step in alle dorpen zonne-energie komt. Om te zorgen dat daar ook verlichting komt, letterlijk en figuurlijk. Dat daardoor er een andere economische ontwikkeling komt. Dat daardoor ook nieuwe kansen ontstaan voor onze mensen in het binnenland. Saramaka, mooi Saramaka, schiet Saramaka, het kan nu even. Saramaka, mooi Saramaka, schiet Suriname, het kan nu even. De kranslegging bij het Nationaal Monument is een van de laatste activiteiten die zijn uitgevoerd als onderdeel van het werkbezoek van de president aan Nederland. Morgen vliegt de delegatie terug naar Suriname.